Yo mensen, ik ben Thomas en welkom bij deze video. Vandaag ga ik even vertellen wat er in Super Paper Mario 1 tot en met 6 is gebeurd. Want het is heel snel gegaan met zo'n marathon en dan is de kans groot dat er mensen zijn die eigenlijk de serie wilden volgen maar het gemist hebben en de serie niet gaan volgen. En dat zou heel zonde zijn, dus ga ik even vertellen wat er allemaal is gebeurd. In aflevering 1 ben ik begonnen met het spelen van het spel. Dat is vrij logisch in aflevering 1. Maar ja, je moet het maar even weten hè. In die afleveringen gingen Mario en Luigi op pad om even naar Prinses Peach te gaan. Maar op dat moment werden ze gewaarschuwd dat Prinses Peach was gekidnapt. Toen gingen ze naar Bowser, want ja, die zou haar wel weer gestolen hebben. Helaas voor hun was dat niet het geval. Er kwam iemand genaamd Count Black die even ging mededelen dat hij Peach had gestolen en de hele wereld ging vernietigen met iets genaamd de Dark Prognosticus. Super lullig allemaal. En er werd ook nog eens iedereen opgezogen, behalve onze boy Mario. Mario ontmoette ook nog iemand genaamd Tippy. Het was een pixel en die ging hem helpen in zijn avontuur. Mario werd daarna naar Flipside gestuurd en ontmoette Merlon. Merlon, ja, die was de baas van Flipside. En Flipside lag natuurlijk tussen dimensies en was niet in een dimensie te vinden. Toen ging Mario een hartpiller zoeken om daarna richting de eerste wereld te gaan. In de eerste aflevering hebben we ook alle hulpjes van Count Black even kunnen zien. We zagen O-Chunks, Dimensio en dat was het eigenlijk wel. Maar later bleek dat O-Chunks te laat was en dat er iemand de hele tijd een beetje zat te shapeshiften en in andere mensen veranderde. En dat was Mimi. Mimi, ja, soort van aardig, soort van eigenlijk helemaal niet aardig. Daarna besloot O-Chunks Mario te gaan stoppen en ging alvast die kant op. Mario daarentegen was nog maar aan het begin van wereld 1 en ik kon geen savebook vinden. En dit gaat dus richting aflevering 2. En daarom begon ik in aflevering 2 gelijk een savebook te zoeken. En die had ik ook nog eens binnen een minuut gevonden ook. Voor de rest, na wat normaal Mario platformen, kwamen we uit in een lege kamer. Daar had ik een deur gevonden en toen kwam ik uit bij Bestovius, die heel erg zelfverzekerd was over zijn snor. Hij geloofde daarin niet dat Mario de echte held was, maar uiteindelijk geloofde hij het toch ook weer wel. En dus moest ik eerst geld betalen om de ability te leren om te flippen. Uiteindelijk hebben we hem toch overtuigd om het gratis te doen en toen kon Mario van 2D naar 3D flippen. Daarna kwam nog wat meer platformen met Mario. En toen konden we een beetje zien hoe het werkte. Kregen we wat leuke power-ups. Valt verder rest niet veel over te zeggen. Maar uiteindelijk werden we ook nog eens een reus. En mochten we alles plat stampen. Daarna kwamen Mario en Tippy uit op de berg. Op die berg was nog meer platforming te doen. Ja, het is helaas wel zo. Uiteindelijk kwamen we ook nog gewoon eens uit bij iemand die vast zat in de driedimensionale wereld. Zonder dat hij terug kon naar de tweedimensionale wereld. Super lullig als iedereen wel in de tweedimensionale wereld zit, maar jij zeg maar net niet. Uiteindelijk heeft Mario besloten hem te redden. En toen heeft hij besloten om de brug naar beneden te laten halen. En konden we weer naar een nieuw save blok.